Ik heb Den Haag als dansstad nooit zo geassocieerd eigenlijk. Weet jij wat Den Haag met dans heeft? Nee. Met dans? Met dans. Dan moeten we bij mevrouw zijn, want dat is een dansliefhebber. Ik niet. Den Haag wil zich graag profileren als dansstad. Een dansstad. Dansstad? Dansstad. Nee, daar had ik er niet bij bedacht. Den Haag? Ik dansstad. Nee. Nee, hè? Goed. Dat is dus duidelijk. Op deze voorbijgangers in de Haagse binnenstad heeft het imago dansstad maar weinig impact. En dat is jammer, vindt de wethouder. Want het is zo mooi en zo bijzonder en zo onderscheidend wat we met z'n allen hier aan dansaanbod hebben in de stad. Daar kan geen andere stad in Nederland en wellicht geen andere stad in Europa aan tippen. Er wordt hier heel veel gedanst. Meer dan elders? Denk het wel. Ik denk dat het is een speerpunt van het culturele leven in Den Haag. Er worden overal klassen gegeven, er zijn allerlei workshops, dat gaat het hele jaar door. Een heel bijzondere cursus vond deze maand plaats in Den Haag, de Maximum Dance Course. Hier kregen deelnemers uit binnen- en buitenland les van professionele dansers en choreografen. Het lesaanbod is gebaseerd op het repertoire van het Nederlands Danstheater. Dit is uniek in de wereld. Er zijn veel meer genrecourses, maar er zijn er geen echt gerelateerd aan een dansgezelschap. En zeker geen dansgezelschap van het niveau van het Nederlands Danstheater. Een van de deelnemers is Kasia Fengujea, een 20-jarige dansstudente uit New York. Om aan deze zomeropleiding in Den Haag te kunnen deelnemen, kreeg zij een studiebeurs aangeboden. Dancing with the Netherlands Dance Theater is really my dream, and I really just hope to dance in the company in the future. And so this was a great opportunity to get to know the repertory and also the different teachers and get exposed to what company life might be. I think that NDT is really on its own. It's incomparable. There's nothing like it here. Het NDT heeft zich natuurlijk wel opgewerkt tot een enorme icoon op dansgebied. Zit in de top 3 van de wereld. Maar niet alleen het NDT is succesvol in het buitenland. Ook andere Haagse dansproducties reizen de wereld over. We gaan nu even de repetitie in van Last Touch First. Dat is een productie van Holland Dance. Die morgen op tournee gaat naar Monte Carlo. Deze voorstelling komt uit handen van de wereldberoemde choreograaf Jiri Kilian. Dansstad Den Haag maakt zich dus internationaal zichtbaar. Maar ook de lokale amateurdansgroepen dragen hun steentje bij. Je hebt dus heel veel verschillende stijlen en richtingen van dans die hier uitgeoefend worden. Al die dansstijlen zien we bijvoorbeeld terug in de dansparade. Eens in de 2 jaar komt deze reusachtige dansoptocht tot leven in de binnenstad. Bijna alle Haagse amateurdansgroepen doen hier aan mee. We begonnen met 650 dansers, toen werden het 1000, op een gegeven moment werden het 1250 dansers. En dat was iedere keer weer een feest, maar dat betekent wel dat we in alle kleine hoeken en gaten van Den Haag kwamen. De grote balletscholen, de hiphoppers, de stijldansgroepen die allemaal samenkwamen. En er is ontzettend veel dans hier in Den Haag. Ja, ik ben soms verbaasd. Blijft Den Haag voorlopig dansstad? Voorlopig? Nog jaren. Ja, en dat haal je hier ook niet meer weg. Dans is verbonden aan Den Haag en Den Haag is verbonden aan dans. Dat is een soort onlosmakelijkheid die wel bij elkaar hoort.